Dan mogen de kinderen van de kindernevendienst alvast even naar voren komen. Jullie gaan zo in jullie eigen dienst en we zingen straks samen in het licht. Lekker hollen in de kerk, kom maar. Dan moet ik even hier blijven staan, anders verstaan de mensen thuis me niet. Ik heb voor jullie een puzzeltje om mee te nemen naar jullie eigen dienst. En je hebt het daar natuurlijk heel druk, hè? Van alles en nog wat gaat daar gebeuren. Oh, daar valt een boekje, dankjewel. En de vraag is, wat is dit? Ik zal het jullie vast even geven. Ik heb er maar een paar. Ik ga jou geven. Deze. Deze van jou. Kun je maar even samen doen met die ene. Dus de vraag is, wat is dat? Het is in ieder geval het onderwerp van de dienst hier. Dus dan mogen jullie daar nog even over nadenken. En als jullie dan terugkomen, dan vraag ik aan jullie. Ben je eruit gekomen? Heb je het ontdekt wat het is? Het stond heel lang geleden in de tempel in Israël. Dat zeg ik er vast even bij. Dus het is iets van de tempel in Israël. Ik weet het. Weet je het al? Ja, maar dat is niet handig. Dat moet je even onthouden dan. Mag ik me straks vertellen? Anders heb ik straks niks met jullie te bespreken. Weet je dat? Denk je dat zeker te weten? Ja. Mag je in mijn oor fluisteren? Kom maar. Bijna goed. Bijna goed. Maar dat helpt jou op weg. Dat helpt jou op weg straks om er echt uit te komen. Wat je zegt is heel dichtbij. Maar het is het net niet. Oké. Mogen jullie nu naar jullie eigen dienst? Dat was echt heel dichtbij. Toch heel knap. Maar net niet. Net niet. U weet het in tientallen. Want we gaan het lezen in Exodus 30 nu. Daar horen we het volgende. Je moet een altaar maken, zegt God tegen Mozes. Je moet een altaar maken voor het branden van reukwerk. Gebruik er acaciahout voor. Het moet vierkant zijn, 1 el lang en 1 el breed en 2 el hoog. De horens moeten er één geheel mee vormen. Overtrek de bovenkant, alle zijkanten en de horens met zuiver goud en breng rondom een gouden rand aan. Bevestig aan twee kanten onder de rand twee gouden ringen. Zet ze aan tegenover elkaar liggende zijden. Ze zijn bestemd voor de draagbomen waarmee het altaar gedragen wordt. De draagbomen moet je van acaciahout maken en je moet ze vergulden. Zet het altaar voor het voorhangsel, waarachter de ark met de verbondstekst staat, tegenover de verzoeningsplaat die daar overheen ligt, want ik zal je ontmoeten. Aaron moet er elke morgen, als hij de lampen in orde brengt, geurig reukwerk op branden. Ook als hij tegen het vallen van de avond de lampen aansteekt, moet hij een reukoffer brengen. Alle komende generaties moeten elke dag voor de Heer reukwerk branden. Jullie mogen op dit altaar alleen het voorgeschreven reukwerk offeren en er geen brandoffers, graanoffers of wijnoffers opbrengen. Eenmaal per jaar moet Aaron aan de horens van dit altaar de verzoening voltrekken met het bloed van het reinigingsoffer. En alle komende generaties moeten dit gebruik in stand houden. Dit altaar is voor de Heer het allerheiligste. Tot zover de lezing uit Exodus. Zusters en broeders, gemeente van onze Heer Jezus Christus, u hebt ongetwijfeld van alles en nog wat verwacht, maar niet deze schriftlezing. Het is helemaal niet gebruikelijk dat wij ons bezighouden met de details van de tempeldienst of met de opbouw van die hele tempel en de voorwerpen daarin. Dat laten we maar een beetje weg hier. Ik weet nog wel dat bij mijn opleiding tot predikant ook gezegd werd, ja, maar daar kun je ook niet over preken. Kun je niet over preken, daar valt niks zinnigs van te vertellen. Toen heb ik altijd gedacht, dat moet toch een keer lukken. Het moet toch een keer lukken om, het is ook woord van God, het is ook iets wat bij die Bijbel hoort. Het staat er niet voor niks, het moet toch lukken om daar een keer wat over te vertellen.
Dan hebben we gezongen, en dat helpt dan wel weer, uit gezang 431, die laatste twee regels. Hè? De Heer is God, de Heer is God, geeft onze God de ere. Dat hebben we dus gedaan, al zingend. En daarmee hebben wij hier tempeldienst gedaan. Want daar draaide het om in de tempel. Om luid uit te roepen dat de Heere inderdaad God is. Dat deze Heer, wiens naam ze kenden vanaf Mozes en die de bevrijder was van zijn volk, dat hij en hij alleen waarachtig God was. Dat was een manier om hem te eren. Om dat luidkeels uit te brullen. De Heer is God. Er zijn misschien vele godsnamen in de wereld en vele machten en krachten die zich goddelijk wanen. Maar dan roept Israël in die tempel heel luid. Geeft deze God en deze God alleen de eer. Alleen de God die liefde en genade is. Alleen de God die bevrijder is. Hem zij de eer. Geen ander. En zo hebben wij het vandaag ook uitgeroepen. We hebben tempeldienst gedaan. Dat heeft de wereld niet veranderd. Dat heeft niets gedaan aan sociale verhoudingen. Het is misschien een machteloos gebaar als je ernaar kijkt. Maar dat is tempeldienst, dat is eredienst, dat is God dienen zoals hij gediend wil worden. Maar als wij dan op deze wijze tempeldienst doen, op onze manier, dan moet er toch een relatie zijn met wat Israël deed in die tempel. En die is er dus ook. Ik heb alle plaatjes al aan de kinderen gegeven, anders had ik u dat nog even kunnen laten zien. Maar we hebben gelezen over dat ene altaar. Dat ene altaar dat zo'n speciale plaats innam in de eredienst van Israël. En heel verbazingwekkend misschien, maar daar zitten voor ons hele praktische lessen in. Die manier waarop aan Israël wordt opgedragen God te dienen en te eren, heeft iets te zeggen over hoe wij worden opgedragen God te dienen en te eren. Weet u nog hoe het zit allemaal? Die tempel, die tabernakel eerst als tent en later van steen als tempel, die had drie delen. Dus als je daar aankwam als Israëliet, met een lammetje misschien dat geofferd zou gaan worden, dan kwam je eerst door die voorhof. Geen dak, wel gordijnen zag je hangen. Geen dak boven je hoofd. En daar stond een gebouwtje later, of eerder een tentdoek. En voor dat tentdoek een aantal treden omhoog. En daar stond een altaar. Dat was het brandofferaltaar. Daar ging dat offer naartoe als het om de zonde ging of een schuldoffer was. Dat is het eerste wat je zag als je die voorhof binnenkwam. En velen zijn nooit verder gekomen dan dat. Vele mensen, vele gelovigen komen niet verder dan het brandofferaltaar dat spreekt over de vergeving van de zonde. Het is heel terecht dat we daarmee bezig zijn. Het is heel terecht dat we denken aan Jezus als het lam van God dat de zonde van de wereld draagt. Maar weet u, in de tempeldienst van Israël zou dat alleen maar de voorhof zijn, de eerste stap, niet het doel van dat alles. Het doel zou zijn om God volledig de eer te geven, de oplossing van het probleem van de zonde, de vergeving van de zonde is maar de voorhof, het eerste wat je moet doen om verder te kunnen komen. En dan komt het tweede, de eerste gesloten ruimte van de tabernakel en van de tempel, genaamd het heilige. En als je daar door die gordijnen heen zou kunnen stappen, dan zou je een aantal voorwerpen zien staan. Aan je linkerhand zou je een hele grote zevenarmige kandelaar zien staan, waarop altijd een voortdurend licht zou branden. Symbool van de uitstraling van Gods wil, van zijn woord, van zijn Tora, door de hele wereld heen. Israël was geroepen om dat licht voor de wereld te zijn. Maar u en ik net zo goed. Waaronder u schijnt als lichten in de wereld, zegt Paulus aan de gemeente van Filippi. Het geldt ook voor ons, dat we licht moeten zijn in de wereld. Dat is de kandelaar en de symbolische betekenis daarvan. Aan de rechterkant zou u een hele grote tafel zien staan. En daarop allerlei broden, vers gebakken. Elke dag moesten daar de toonbroden worden neergelegd. En die werden aan het eind van de dag dan voor een deel door de priesters opgegeten.
brood als een symbool van wat mensen doen in Gods opdracht om elkaar te dienen, om voor elkaar te zorgen. Ook dat hoorde bij de opdracht van Israël. Zorg voor elkaar. En dat juist in het heilige van de tempel, dat symbool daar lag. Dat was om aan te duiden hoe belangrijk God het vindt. Dat wij in naaste liefde en broederlijke zorg met elkaar omgaan. Maar dan was er nog dat derde. En dat was eigenlijk het eerste wat je zag als je dat heilige binnenkwam. Daar stond zo'n ongeveer 80 centimeter hoog. En 30 à 40 centimeter breed, een groot gouden altaar. 4 horens aan de bovenkant, alles met goud overtrokken. En daarop lagen de brandende kolen die van het altaar daarbuiten waren meegenomen en daar neergelegd. Dat was het vervolg van de eredienst. We hadden het brandoffer gehad, het zondoffer was gedaan, de zonden zijn vergeven. In zekere zin, Pasen is geweest, maar nou verder. Nou is er nog heel wat meer te doen. Licht zijn in de wereld, zoals de kandelaar het zei. Zorg hebben voor elkaar, zoals de toonbroden het zei. Maar waarom dan nog dat reukofferaltaar? Waarom moet dat er dan nog zijn? Het bevrijdt ons niet van de zonde. Het is geen symbool van het werk dat we voor elkaar doen. Het is geen symbool van naastenliefde of van het uitdragen van de Tora in deze wereld. Het heeft een hele eigen betekenis. Elke dag moest daar een reukoffer gebracht worden. Vloeibare mirre en allerlei andere reukende stoffen werden bij elkaar gebracht. Werden verpulverd, met olie vermengd en dan aangestoken. 'S morgens en 's avonds steeds weer opnieuw. Met nieuwe kolen van het brandofferaltaar daarbuiten. Waar gaat het om? Waarom moest er een reuk, een welriekende rook door dat heilige heen gaan? Wat was daar dan de betekenis van? Weet u dat u en ik bestemd zijn om datzelfde te doen? Dat is wat het boek Openbaringen ons vertelt. Is er plotseling sprake van gouden schalen vol met welriekende stoffen. Dat is de gouden schaal waarmee dat reukoffer weggedragen werd. In het heilige der heiligen gedragen werd. En dan staat erbij in Openbaring 5, dat zijn de gebeden van de heiligen. Weet u hoe dat samenhangt met elkaar? Uw gebed, ons gebed in de gemeente en uw gebed thuis. Dat is in de symboliek van de Bijbel een welriekende rook. Dat is iets wat God ruiken kan, wat hij proeven kan en wat voor hem aangenaam is. De beeldtaal van het Oude Testament is dat gedeelte van de eredienst waarin het niet gaat over u en mij, waarin het niet gaat over de zonde, waarin het niet gaat over de zegen van deze wereld, maar waarin het alleen maar gaat om God zelf. Zijn heerlijkheid, zijn karakter, zijn persoon. Je zou denken, het leven is toch al voldoende beschreven als je spreekt over de zondevergeving en de dienst jegens de naaste. Dat is niet wat de Bijbel ons steeds zegt. Ons leven is pas voltooid, zoals we dat lezen in het boek Openbaring, op het moment dat er een lofzang komt, dat we met z'n allen kunnen uitroepen, de Heer is God, geeft onze God de eer. Want daarin komen mensen pas volledig tot bloei. Daarin pas zijn wij volledig, als we zo ver komen dat we tot aanbidding komen. Dat God op een bepaald moment onze hele gedachten en ons hart vervult, dat Hij alles is op dat moment voor ons. Dat is de vervulling van je bestaan. Daar zijn al die andere zaken de ingrediënten van. Want net zoals in dat reukoffer verschillende stoffen bij elkaar zitten, zo zit in onze aanbidding jegens die God alles wat we zo verzameld hebben. Onze dankbaarheid voor zijn verlossing. Onze dankbaarheid voor wat we voor elkaar mogen betekenen. Onze dankbaarheid voor wat Gods geest in deze wereld toch nog doet. Onze eerbied voor een God die soms ons leven zo wonderlijk mooi leidt en stuurt. Alles wat we door de week heen verzamelen aan indrukken en ervaringen met deze God. Alles wat u overkomt tijdens uw gebeden. Dat die fluisterstem komt of die stilte tot u spreekt.
of dat gebed u tot rust brengt. Al die momenten samen zijn als het reukwerk dat dan met de olie van Gods geest vermengt, totdat reukwerk moet worden op het altaar. Het zijn de gebeden van de heiligen die daar die ruimte vervullen en het tot een heilige ruimte maken. Het zijn onze gebeden van eerbied en aanbidding die het heilige voltooien. Die de zorg voor de naaste in de toonbroden en het licht voor de wereld zijn in de kandelaar pas volledig maken en doen slagen. Zonder dat reukofferaltaar is al dat andere vergeefs. Dat is een hard woord dat uit die tempel toch heel duidelijk naar voren komt. Als het uiteindelijke doel niet is dat God de eer krijgt die hij verdient, dan kun je nog zo hard spreken in deze wereld over zijn wil en nog zo je best doen om voor die naaste te zorgen. Maar dan wordt God niet geëerd in deze wereld. Dan krijgt hij niet alle eer als dat lied niet kan worden gezongen. Als dat gevoel, die ervaring niet in ons hart is. Tempel laat in zijn hele opbouw zien dat het uiteindelijk daarom gaat. En dat zonder dat reukwerk van onze gebeden van aanbidding al het andere gedoemd is om te falen. Maar ja, het is omgedraaid ook zo. Zonder dat we spreken over zijn woord, zonder dat we doen wat hij ons vraagt, en zonder dat we zorg hebben voor elkaar, is er ook geen aanbidding mogelijk. Die drie componenten van het heilige horen bij elkaar. En ze horen dus ook bij elkaar in ons leven. Je gaat langs het brandofferaltaar. En dan begint je priesterlijke dienst in deze wereld. Zorgen voor elkaar in het brood. Licht zijn voor de wereld. Omdat je Gods woord gehoorzaamt en verspreidt. En dat gebed dat opstijgt naar God zelf. Vermengd met de olie van Gods geest. Wat God eert en centraal stelt in je leven. Want wie dat ervaren heeft. Wie werkelijk weet wat God voor hem betekent. En wie hij is. Wie God leert kennen. Die kan van daaruit zijn naaste dienen. Die kan van daaruit zorg en liefde hebben voor deze wereld. Dat de Heer God is en hij alleen. En dat die God eer moet krijgen, omvat eigenlijk alles wat we geloven en is het doel van alles wat we doen in geloof. En als u mij niet op mijn woord vertrouwt, leest u dan nog eens in Openbaringen. Daar wordt heel even aan de apostel Johannes een inkijkje gegeven in de toekomst, hoe het toegaat in de hemel. En dan vinden we de 24 oudsten die God aanbidden en die het reukwerk in handen nemen uit de hand van de engel. Het reukwerk met de gebeden van de heiligen. Zo belangrijk is dat voor God, dat wij in ons gebed die God zoeken. Proberen hem te leren kennen. En albiddend hem eer te geven. Zo belangrijk is dat voor God, dat als wij zingen, geef onze God de eer. Dat hij dat al ervaart als dat hij eer ontvangt. Voor hem is dat belangrijk. Ook dat zijn we niet gewend om zo te denken. We denken over onze eigen noden en God is die grote Vader in de hemel die onze noden zal lenigen. Die onze problemen zal oplossen. Maar er is ook een omgekeerde weg. Nauwelijks je voor te stellen, maar toch een hele duidelijke Bijbelse verkondiging. God heeft ons nodig. Uw stem en mijn stem nodig. God wil dat mensen hem opzoeken op zo'n manier dat het om hemzelf gaat. De hele tempel was zo ingericht dat dat aan iedereen duidelijk werd die het zag. De teksten die de tempel beschrijven zijn zo ingericht dat het onmiddellijk duidelijk wordt als je het leest. Wacht eens even, uiteindelijk gaat het hem erom dat er mensen zijn die hem aanbidding schenken, die hem centraal plaatsen. Want wie dat kan, zal merken dat al het andere hem erbij geschonken wordt. Die zal merken dat hij ook een licht voor de wereld kan zijn. Die zal merken dat hij ook zijn naaste kan liefhebben als zichzelf. Misschien is dat de reden dat er zo weinig gepreekt wordt over Exodus 30 of vergelijkbare teksten. Het is als het ware de hogeschool van het geloof waar je mee te maken krijgt.
Het is iets waarnaar je streven kunt, misschien wel een leven lang, en wat misschien sommigen nooit zullen bereiken. Maar het is het meest vreugdevolle, het meest aangrijpende wat er is in het geloof. Werkelijk tegenover de God staan die jou lief heeft, die jou roepen wil, die jouw vader wil zijn, maar die ook als God door jouw stem geëerd wil zijn. Die wil dat je hem leert kennen zoals hij zelf is. Dat is het wonder van het geloof, dat dat kan. In allerlei beelden zegt de Bijbel dat we mogen opklimmen tot in de hemel. Dat we als het ware letterlijk voor die troon mogen staan. Door de kracht van de geest staan we geestelijk voor die troon. En dan mogen we buigen en bidden en de lofzang aanheffen. Hier samen ook in de gemeente. Zo heeft de tekst over het reukofferaltaar een hele praktische betekenis. Het richt onze aandacht weg van een geloof dat alleen maar bezig is met het leven van alle dag en met de zorgen van alle dag. Het richt ons geloof naar een hemel toe, ver verheven boven dit aardse bestaan, om daar dan uiteindelijk de dienst te doen, de dienst te verrichten die God van ons vraagt. Om priesters te worden voor zijn aangezicht. Om hem te zoeken die de bron van alle leven is en het doel van de hele geschiedenis. Hem zij de eer en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Jullie moeten maar een beetje dichterbij gaan staan, want die twee microfoons, hè, moet je proberen daarin te praten als je antwoord geeft. Nou, eerst maar eens even, wat hebben jullie in jullie eigen dienst gedaan? Jullie hadden een heel mooi onderwerp, geloof ik. Wie wil er wat van zeggen? Laat maar even kijken. Daar staat boven mens van God. En wat zie ik hier dan op het plaatje staan? Wat zijn dat allemaal? Dat is een raadseltje. Een raadseltje? Ja, dan moet je de goede letters in de goede volgorde zetten. Ah, ik begrijp het. De goede herder hoor ik. Koning, bevrijder. Dat zijn allemaal visitekaartjes, zie ik. Dus zo komt Jezus zich voorstellen met een visitekaartje. Dat iedereen weet wie die is. Oh, wat mooi zeg. Dat is prachtig. Alleen wij moesten de goede volgorde zetten. De goede volgorde. En wat was de goede volgorde? Oh, de letters moest je in de goede volgorde zetten. Ja. Nou, dat is best een puzzel. Nou, je twee puzzels vandaag, dat wist ik niet. Dan heb ik het jullie wel lastig gemaakt, hè? Nou, de tweede puzzel, dat is die foto van dat rare ding. Wat even. Kun je dat omhoog houden, dat de mensen het ook kunnen zien, op afstand? Lukt het een beetje zo? Jullie mogen straks wel even door de kerk heen even laten zien. Zou jullie dat willen doen voor mij? Kan iedereen het van dichtbij bekijken. Ja. Maar zijn jullie eruit? Heb je het ontdekt wat het is? Mieke, vertel eens. De ark. Ja, maar dat zei je het ook al toen jullie weggingen. Daar zit in de staf van Aaron. In de ark zit de staf van Aaron. Ja, alleen dit is de ark niet. Want kijk maar, wat zit er bovenop de ark aan weerskanten? Met zijn vleugels omhoog, zo. Engels. Precies. En de engelen eraf gevallen? Van de ark. Ja, dat zou moeten als de ark hier heeft engelen erop staan, hè. Het was ook wel een moeilijke puzzel, hè. En wat zei de juf van de kindernevendienstleider? Wist die het? Dat de engelen waren. Hele kleine engeltjes zouden dat zijn geweest. Nou, draagbare twee kanten. Ja, het lijkt er wel ontzettend op, hè. Wat zeg je? IJs van goud. IJs van goud, ja, dat klopt ook nog wel. Nee, het is niet de ark. Het is om reukoffers te brengen. Reukoffers. En dat stond. Reukofferaltaar. Het reukofferaltaar. Dank je wel. Ja, fantastisch dat jij dat weet. Hoe dat precies heet. Nou, je mag het de mensen laten zien als je dat zo wil. Als jullie zo'n plaatje in handen hebben. Laat ze maar even kijken, want ze weten wel waar dat ding over gaat, maar niet hoe die eruit ziet. Dank jullie wel. Ja, de ark is veel platter en die heeft die engelen erop staan, hè? En dit is hoger.
En die heeft 4 hoornen erop. Dus er is wel een verschil. Ze kan dat niet helemaal goed rekenen. Lijkt wel een quiz zo, hè? En wat is jullie prijs? En dan weet de gemeente ook hoe dat reukoffer altijd eruit ziet. De kleuren kloppen niet helemaal. Mijn printer had geen blauw meer. Dus u ziet niet dat er een blauw gordijn achter hangt. Een beetje een oranje gordijn geworden. Daar kan ik niks aan doen. Dat gaan we weer de printer gaan regelen. Nou. Duurt even voor iedereen in de gemeente. Vergeet de kerkenraad niet, hè? Die moet ook weten. Oh, dat gaat zelfs naar de organist, naar boven. Daar zit een evangelist in, mensen. Iedereen moet de boodschap te horen krijgen. Nou, het wordt met enthousiasme uitgevoerd. Prachtig. Heeft iedereen het gezien? We gaan nog een kinderlied zingen en ik heb geen idee wat het is. Wie weet het? Staat het daar ergens? Het lied heet bladzij 131, 1 en 4. Laten wij dan van hier gaan in vrede naar de plaats waar de Heer onze God ons gesteld heeft om daar tot een zegen te zijn. Ontvang dan de zegen van de Heer. De genade van Christus Jezus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.